Welkom bij Toffe Gasten. Deze week weer een hele leuke uitzending met de nieuwste releases. Ik heb natuurlijk een aantal toffe gasten hier in de studio. En je ziet ook de populairste clips voorbij komen. Heleboel dingen dus in Toffe Gasten. Veel leuke mensen. Dries Roelvink heb ik straks hier in de studio. Jorrie van Loon. Dus even kijken of hij weer wat gegroeid is. En we beginnen nu met twee mensen die ik hier naast me heb zitten. Jorrie Plezier en Alberto Nicolai. Heren, welkom. Hallo. Jorrie, ja, aankomend aan stormend talent hè, bij Sterren.nl. Gefeliciteerd. Hartstikke ja, leuk. Dankjewel. Ja. Leuk om te doen. Ja, zeker. Ja, het is geweldig. Was je verrast? Want je bent pas een paar maanden bezig eigenlijk. Ja, klopt. Ik was erg verrast. Sowieso met de nieuwe nominatie natuurlijk. Ja, het is geweldig dat het... Dat was toen mijn zesde maand dat ik aan het zingen was, denk ik. Ik was een halfjaartje bezig en dan gelijk beste nieuwkomer genomineerd. Ja. En verlegen, toch? Met dat soort nog dingen. Steeds, ja. Maar ja, het is misschien ook mijn charme. Hoop ik. Hmm. Hey, Alberto, leuk dat je er weer bent. Goeie nieuwe single. Dankjewel. Een beetje de popkant op, net zoals Jury eigenlijk. Ja, die had ik eigenlijk al ingezet met de vorige single, Wat Jij Wil. Ja. En deze is toch wel weer, dat zit net weer tussen de pop en de volkse kant in. Dus, ik ben er heel blij mee, ja. Fred. Ja, leuk toch? Ja. Jury, je nominatie, heeft er nou je wat verder geholpen? Je naam wordt genoemd, zo werkt het nou eenmaal in onze wereld. Word je dan in één keer wat meer herkend of gaan mensen wat meer bellen? Hoe werkt dat? Nou, het heeft zeker geholpen. Zeker in het Sterren.nl publiek. Dat is toch geïnteresseerd in Nederlandstalige lied. Ja. Dus ja. Mijn naam was gelijk in één keer gevestigd bij het Sterren.nl publiek. Want iedereen weet nu, die Sterren.nl was aan hem staan, dat ik Jury Plezier ben. Dus dat is wel erg. Ja, het heeft echt geholpen. Dus dat is handig. Ja. Nieuwe single uit, Liefdes van Voorbij. Weer pop, hè? Echte pop. Het zijn geen gillende gitaren of zo, maar er zit wel lekker gitaartje in. Ja. Ja, we zijn een beetje zoekende natuurlijk van wat we precies willen. Maar dit is eigenlijk wel de kant die ik op wil. Vorig keer dat je hier was, had je het daar ook over. Je wil toch wat meer de kant op van de Tivoli's en de Paradiso's van deze wereld. En je wil echt een beetje... Ja. Nou ja, de nieuwe golf van Nederlandstalige band, zo moet je maar zien. Ja, ik denk ook dat er plaats voor is. Want er is in dit genre denk ik weinig nog te vinden van mijn leeftijd. Mm-hmm. Ja, het is echt mijn ding. Gewoon lekkere nederpop. Echte nederpop. Ja. Ja, dit singeltje van jou toch ook, Albert? Ja, ook. Ik heb, was grappig, ik zei het net tegen hem voor de opname start. Ik had ze gisteravond Sterren.nl op en toen kwam zijn clipje voorbij. En ik herkende meteen Spaanse accenten in de straatjes. Dat was een hele leuke clip. Ja, want het is niet in Nederland opgenomen, meneer. Nee. Je hebt plezier gehad in Spanje. Ja, zeker. Plezier in Spanje. Maar ja, je zit er voor €20 hè, tegenwoordig. Dus zo spectaculair is het ook. Nee, daarom. We zijn voor de foto's naar Londen gegaan. En nu zijn we voor de clip naar Sevilla afgereisd. Voor wat mooiere beelden, want hier liep iedereen nog met dikke jassen aan. Ja, we wilden buiten filmen. Ja. En dit is het resultaat. Nee, het is gewoon leuk dat ze er ook aandacht aan besteden. Dat vind ik goed aan een productie als ze aandacht aan besteden. Sowieso. Ja, je bent net begonnen, ja. Dus je moet je naam nog... Ach, alles om je naam een beetje neer te zetten. Ik moet nog een stempel krijgen. Dus. Denk je dat dit je doorbraaksingle wordt? Ja, dat durf ik niet te zeggen. Dat is dat Nederlandse publiek. Wij zeggen zo, we zijn een huis aan het bouwen. We hebben pas een paar steentjes. We zijn nog lang niet. Dus ik hoop wel dat Nederland helpt om mijn huis verder op te bouwen. En dat huis, dat wordt dan de voordeur wordt een cd, neem ik aan. Ben je daarmee bezig? Het album is uit. Het album is sinds augustus. Oh? Al gelijk het debuutalbum. We zijn met een album begonnen. Ik bedoel het nieuwe album. Het nieuwe album. Ja, we zijn met het nieuwe album... We zijn bezig... We zijn ook al nummers aan het uitzoeken, aan het schrijven, zijn we druk mee bezig. Ja, we zijn een beetje aan het uitstippelen wat we nu willen. Ja, het is een beetje zoekende. Ga je de hulp van andere schrijvers of doe je het allemaal zelf? Met hulp van andere schrijvers. Ik word wel zelf betrokken in het schrijfproces, maar ik zit wel met professionele mensen om me heen. Want als ik het alleen moet doen, dan gaat het niet lukken. Nee. Weet je dat zeker? Nou, ik denk wel dat ik erin kan groeien. Maar het is op dit moment, ik kan nog geen album volschrijven, dat weet ik zeker. Dat gaat mij niet lukken. Oké. Ik vind dat je moet gaan schrijven. Ik zeg het tegen alle artiesten die hier zijn. Kun je het zelf een beetje mee bepalen, kun je zelf een beetje mee schrijven. Trouwens, als je meeschrijft, is het ook handig qua rechten natuurlijk. Ja, dat ik zeg maar wat hoor, niet dat mensen daar wat mee te maken hebben natuurlijk. Maar het is wel leuk voor een artiest. Klopt. Later als je groot bent, heb je daar mazzel mee. Jury, bevalt het? Je zegt net, ik zit eigenlijk pas 12 maanden ben ik bezig. Alberto zit al heel lang in het vak. Vind je het leuk? Is dit wat je wil? Of denk je, nou, ik ga toch potten bakken binnenkort? Ik vind het goed. Het is wat ik wil. Kijk, natuurlijk, niet alles is even leuk. Maar wat is niet leuk? Zeg dat eens een keer. Dat vind ik wel leuk om te horen. Uh,
het niet leuk is het bijvoorbeeld het wachten op een nieuwe single. Het wachten, je bent al zo lang bezig met dat ene nummer zelf. Al bijvoorbeeld het album heb ik al, ja, daar ben ik al 2 jaar mee bezig. Ja. Dus ik ken al die nummers al zo goed. Ja. Je wil verder, je wil iedere keer door. Ja, en dan af en toe moet je even op de rem, want ja, de nieuwe single moet nog uitkomen. Ja, nou ja, dat hoort, het wachtproces, dat is, vind ik, een beetje. Ja. Alberto zal het ook. Ja, het liefst breng ik iedere week een nieuwe single uit. Ja. Nou ja, misschien is dat ook wel de toekomst, hoor. Je weet het niet. Misschien dat je over 5 jaar zelf kunt bepalen als artiest wat je uitbrengt of niet. Ja. Dat zou kunnen. Okay. Nou, dat zien we dan wel weer. Ga eerst even kijken naar jouw nieuwe clipje, Juli. Opgenomen in Spanje dus, hè? Sevilla, ja. Mazalai. Lekker in de straten van Spanje. Hier is Liefdes van voorbij. Nieuwe single van Juli Plezier. Je bent in een vlaag van sentiment. Ik denk dat het de tijdgeest is die ik mis. Soms doe ik mijn ogen dicht. Ik zie nu alles in een ander licht. We leefden op de Bonnefoy en mijn god, wat was je mooi. Misschien een spel van trouw, maar wat hield ik veel van jou? Liefdes van voorbij, blijven levenslang een hoofdstuk van mij. Van een boek dat je nooit sluit, al is het uit. Teruggaat in de tijd, is er altijd iets van heim mee. Maar toch nooit echt slijt. Ook omdat ik zonder dat nooit het nu gevonden had. Liefdes van voorbij, we waren wel gebonden maar vrij. Staat me helder voor de geest, maar het is geweest. Teruggaat in. Denk je, was dat nou mijn werkelijkheid? Ben gelukkiger dan ooit, maar droom soms vrij van de liefdes. De liefdes van voorbij. Zo, dat was het clipje van Juri. Blijf nog even zitten, Juri. We gaan even praten met Alberto Nicola. Alberto, 100.000 jaar het vak, in mijn ogen dan, hè? Ja. het is 25 jaar, Fred. Moet je nagaan. Ja. Ja, ze kunnen een hoop doen met make-up, hè. Dus, Dat zie je ook maar aan mij. Het lukt nog wel, het kan er misschien nog net mee door. Ja. Alberto, altijd solo dingen gedaan, ook in groepjes wel bezig geweest. Op dit moment zit je ook in een soort van clubje, hè? Ja, een clubje met tijdloos, hè? Ja. Ja, en dat is nu eventjes op de plaats rust, want ja, je kan niet alles tegelijk doen. Nee. En dat geldt ook voor de andere leden, Dario en Ramon Beens, het broertje van.
Die zijn ook bezig met hun solo dingetjes. En ja, misschien pakken we het van de zomer weer op. Maar dat legt er even aan hoe dit gaat. Oh, maar dat kun je uit de huiskast trekken toch? Dat is toch niet echt het doel voor jullie alle drie? Nee, we hebben dat... Kijk, ik heb gezegd van ja, je kan namelijk niet, als je drie agendas hebt, kan je dat heel moeilijk combineren als je met eigen dingen doet. We hebben verleden jaar daar een goed voorbeeld van gehad van mijn collega die toch met twee in Nederlands elftal single kwam. Dario. En ja, dat werkt dan toch niet op een of andere manier. Want dan gaan ze kiezen. Hè? En dan kiezen ze voor een bepaald product. Ja, het is niet anders. Zo werkt het op dit moment. Ja. Hey, Alberto, 25 jaar in het vak. Hiep, hiep, hoera. Ja. Wat een end. Nou, ik heb kan je een singeltje aanbieden van Sherry. Veel meegemaakt natuurlijk in die tijd. Ja. Hoogtepunten, dieptepunten. Gaan we straks met Dries ook over praten. Want die heeft zelfs een boek erover geschreven. Dat heet Toverballen. Okay. Ja, maar ook natuurlijk de nodige dingen meegemaakt. Van zeer bekend tot totaal vergeten. Ja, klopt. Ja. Ik heb eigenlijk vanaf 94 ben ik begonnen met platen te maken. En dat was gelijk een album met Tjeerd Oosterhuis. En toen was Tjeerd net coming up met Total Touch. En dat album stonden veel covers ook. Is in Duitsland uitgebracht. Succes. Ja, ging goed over de toonbank daar. Duitse publiek, met alle respect voor het Nederlands publiek, want daar hoor ik toch het meeste thuis, vind ik, in Nederland. Maar de Duitsers die vonden het een leuk cd'tje en die kochten dat. En dan ging men nog echt naar de platenwinkel. Nou ja, dat is in 1994 redelijk succes geweest, maar niet in Nederland hier. En toen is het eigenlijk een tijdje stil gebleven. Wat deed je dan? Nou ja, ik was toen bezig ik speelde bij Frank Wenting in de dinnershow, in Studio 21. Want Arno Kolenbrander ging eruit. En ik nam Arno zijn plek in. Dat heb ik een seizoen gedaan. Toen ben ik in een andere dinnershow terechtgekomen. Zo bleef ik een beetje in het entertainment circuit in shows zitten. En dat is een geweldige periode geweest. Oh ja, ik geloof je meteen. Alleen het was lachen, gieren, brullen met Almagneto en Brian B. En die komen zo ook nog tegen. Ja, dus een hele leuke tijd gehad. Die mensen beginnen ook allemaal langzamerhand weer een beetje een singeltje uit te brengen. Alma, die is, nou, dat zou je straks wel horen, is hartstikke leuk voor de. Die mensen komen langs. Jeroen van der Boom zat ook in de shows. En ineens zie je al die mensen plop, 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 zie je weer omhoog komen, zeg maar. Een of andere manier hunkert het toch om toch iets van jezelf en eigen carrière weer verder voor te zetten. Een single uit, Op Reis. Op Reis. Ja, kun je op twee manieren opvatten. Hè? Is dat je muzikale carrière of is dat gewoon een liedje over Op Reis gaan? Ja. Er staat een heel leuk meisje op je te wachten, dat wel. Ja, dit is, je kan het eigenlijk ook een beetje belichten op hetgene wat ik al jaren gedaan heb eigenlijk. Ja. En zo voel ik dat eigenlijk ook. De schrijver Peter de Wijn, die heeft het vlekkeloos goed aangevoeld. En nu? Hopen dat je een beetje dit popcircuit kan meepakken? Ja. Wat zijn de plannen? Ga je optredens, toestanden? Ja, ik ga gewoon verder met hetgeen wat ik doe. En toch werken naar een album, want daar heb ik maandag gesprekken over. En met de platenmaatschappij. Gelukkig heb ik een platenmaatschappij achter me staan en een goed schrijversteam, Felibor Weller en Peter de Wijn. Dan mag je vandaag de dag ook blij mee wezen dat ze. Absoluut. Dat er nog mensen zijn die een goed liedje kunnen maken. Ja. Althans, ik ben er blij met die liedjes van hun. Ja. En dan gaan we toch naar een album werken, Fred. Hey, het is heel druk geworden op de markt, hè, met zangers. Zo. Hoe kun je nog blijven onderscheiden? Want jouw naam is in ieder geval bekend. Ja. Maar misschien bij een heel aantal nieuwe jonge aanwas helemaal niet. Nee, dat is. Hoe kun je onderscheiden? Ik denk dat je altijd moet doen in dingen waar je echt in gelooft. Ja, tuurlijk, en waar je achter staat. Dat verhaal kennen we onder andere wel. Ja. Maar hoe onderscheid je? Ja, ik denk toch dat je jezelf moet blijven. En het klinkt heel cliché, maar het is wel waar. Als je te veel uitstappen gaat maken, wat ik gedaan heb met ook een paar soulplaten op Nederlandstalig gebied, waar we eigenlijk gewoon niet aan moeten beginnen. Want ik belde Peter de Wijn op, de tekstschrijver en arrangeur. En ik zei van dit wil ik eigenlijk niet meer. Dit is eigenlijk niet Alberto. Ik ben gewoon iemand die in het leven staat en die gezellig naar de kroeg gaat en een lekkere pot bier bestelt. En iemand dus een ros op zijn schouder geeft. Weet je wel. En zo voel ik het ook. En zo moet je ook in het leven staan. Ik werk ook gewoon in een winkel. En ik moet ook gewoon mijn ding doen, net als iedereen. En dat moet in mijn muziek dus uitdragen, denk ik.
Ja, nou, eigenlijk is dat ook zo. Ja. Maar dan ja. noemen wij dat levenslied. Zo ja. moet je het maar zien, toch? Ja. Oké. Okay. Het album zo'n beetje, wanneer ongeveer? Nou, de single Op Reis gaat vrij goed. Ja, het is ook een goede plaat. Ja, en we willen eigenlijk die lijn wat we besproken hebben doortrekken tot mei. Kijken of dat lukt, of daar nog belangstelling voor is. Want op een gegeven moment, ja, een plaat wordt dan, gaat toch wel wat zakken. Zo werkt dat in mijn wereld. Dat is gewoon komt zo. Komt ook een hoop uit per week, hoor. En er moet ook ruimte komen voor nieuwe producten ja. van andere mensen ja. natuurlijk. Ja. Maar wij schatten in toch een beetje september, oktober zo, dat er toch wel, ik denk een stuk of 12, 13 nieuwe stukken moeten gaan komen. Oké. Okay. In een album. Nou. En daar gaan we dan weer een single van aftrekken. Ga ik je dan zien? Absoluut. Oké. Okay. Gefeliciteerd ja. met je fantastische nieuwe single. Ik vind hem echt heel erg goed. Trouwens, jouw single ook, hoor. Het is allebei. Ik vind het een beetje. Met z'n tweeën, het lijkt een beetje ook op elkaar. Versie. Ja, lijkt me eigenlijk wel leuk. Nou, ik moet zeggen ook. ja, wat dat, jij wil, dat vind ik echt. Het zou mijn album hebben kunnen staan. Ja, heb je hem. Ja, heren, doe dat even buiten de uitzending. Ja, ik moet even namelijk de clipper komen. Leuk dat jullie hier waren, jongens. En, misschien tot de volgende keer. Okay, waarschijnlijk goed. Wel, want het gaat best goed. Ja, gaat hartstikke leuk. We gaan kijken naar de clip van Alberto Nicolai. Hier is Op Reis en hij is leuk. Kijk maar. Duizenden sterren, ze vallen van verre. Vullen de wensen in mij. Veel te ontdekken, veel te beleven. Jij brengt de wereld dichtbij. Ik ga in jouw armen op reis. Wie neemt me mee als ik de weg weer kwijt ben? Wie maakt het lied in me vrij? Die ene, dat ben jij. Met jou blijf ik altijd op reis. Onder de stemmen die zacht in me zingen, de golven die golven voorbij. Zoveel te horen en zoveel te zien, jij bent de zee in mij. Ik ga in jouw armen op reis. Als ik de weg weer kwijt ben, wie maakt het lied in me vrij? Die ene, dat ben jij. Met jou blijf ik altijd op reis. Oh, één keer in mijn leven, van top tot teen verliefd. Ik wil alleen maar jou. De weg weer kwijt ben, wie kent de zoeker in mij? Die ene, dat ben jij. Met jou blijf ik altijd op reis. Wie neemt me mee als ik de weg weer kwijt ben? Wie maakt het lied in me vrij? Die ene, dat ben jij. Met jou blijf ik altijd op reis. Met jou blijf ik altijd op reis. Alberto Nicolai, de nieuwe single zag je op reis, over nieuwe singles gesproken. En trouwens bij me aangeschoven, Jolly Vloon. Jolly, leuk dat je er bent. Ja. Je bent bijna net zo groot als ik, man. Dat is niet eerlijk. Dan gaan we eerst even de nieuwe releases doornemen. Sherry Ann, Six Feet Under is haar nieuwe single, eigenlijk een debuutsingle. Nou ja, het is niet echt zo. Ze deed mee aan The Voice, is heel succesvol daar geëindigd. En Sherry Ann heeft een liedje opgenomen met Sven Vergé. Dat is misschien een muzikant die altijd meewerkte met Anouk en met zangeres Rose. Misschien zeg je dat nog wel iets. Sherry Ann komt uit die stal. Sven Vigé heeft zijn Sven Hem & Sol. Dat is een heel leuk solbandje. En Sherry Ann had er al een singeltje bij ingezongen. Dat is een klein hitje geworden op de radio. Nu heeft ze haar eigen single Six Feet Under uit. Het wordt door iedereen gezien als een sensatie. En dat vind ik eigenlijk ook wel terecht. Sherry Ann, onthoudt u die naam? Geweldig leuk, talent. Leuke kennismaking, ja. Geweldig talent. Adam en Eva, oftewel en vele anderen. Het is een mooie serie. Ik heb hem al 2 weken geleden laten zien. Een serie die nu op de VARA TV loopt.
En daar staan diverse artiesten op. Echt van Mook tot en met Peter Beense. En die Peter Beense, die heeft een prachtige single opgenomen. Er staat wel meer werk op deze cd. Die single heet Ik kan blijven kijken. En ik denk dat het nu al een klassieker gaat worden over de stad Amsterdam. Peter zingt daar net even anders. Veel intiemer, veel mooier. Zoals ik al jaren zeg dat hij moet gaan zingen eigenlijk. Je moet maar eens gaan opletten. Dat wordt zijn nieuwe single. Na het singeltje wat nu uit is. En volgens mij hebben we een instant klassieker te pakken. Over de stad Amsterdam. Echt een lofzang op deze stad. Ja. De Sunsets, die laat ik heel even zien. Die hou ik heel even omhoog. Er is weer een accordeon duo in Nederland die redelijk actief zijn. Ze zijn al een paar keer bij sterren.nl geweest. En ik moet daar wel om lachen. Ja, ik hou van accordeonmuziek. Dat klinkt misschien een beetje gek, maar dat is echt waar. Anouk heeft haar nieuwe single uit, Killer Bee. Eigenlijk is het geen single, maar het is een voorproefje van haar nieuwe album. En als je goed kijkt naar de clip, zitten daar Birgit Lewis in, Treintje Oosterhuis. Eigenlijk de crème de crème van de Nederlandse muziek. Een afrekening met haar vorige man. Ook die tatoeage moet ze weer op de een of andere manier laten weghalen. Want Docs is hem geknepen. Dus Anouk, Killer Bee, splinternieuwe single. En eigenlijk is het geen single, maar gewoon een voorproefje voor mensen die je ook op het internet kunt downloaden. Ja, het is een beetje een raar verhaal, maar single zijn bijna overleden. Dat weet bijna iedereen. Jelle Amersfoort had ik al een beetje behandeld. Ik laat nog één mevrouw even aan jullie zien. Davy, The Power of Now. Davy is ooit de officiële vriendin geweest van Jamai. Ik laat even een veelbetekende stilte vallen. Ja. Jamai had toen nog even wat extra bekendheid nodig. Davy is een natuurlijke schoonheid. In Amsterdam is ze al een soort van diva. Erg leuke liedjes heeft ze op dit album gezet. Waaronder Miss Seeley's Blues uit The Color Purple. En dat is heel erg moeilijk om te zingen. Dat is een van de topstukken op dit album. En daar moet je maar naar luisteren. Jorrie Verloon, welkom bij mij in de studio. Ja. Nou, een tijdje geleden, hè? Ja, inderdaad. Een nieuwe single uit. Ja, dat klopt. Op tv geweest. Excuses aangeboden voor dingen die je hebt gedaan bij BNN. Punt. Punt erachter. Is het nou eindelijk klaar? Het is natuurlijk veel besproken. En, daarom zeg ik ook, is het nu punt? Punt erachter? Het is nu... We gaan nu verheugd verder. Ja. En we maken leuke muziek. En ik beleef geweldige dingen nog steeds. En ik denk dat veel belangrijker is dan... Je ziet nu wat er kan gebeuren, hè? Door wat je op tv zegt of wat je op de radio zegt. Ja, en gelukkig is het toch bijna 2,5 jaar geleden. Ja. Als je in april 3 jaar ben ik bezig. Ja. En dat is dan toch wel weer iets moois, toch? Jorrie zit naast me en je kwam net ook binnenlopen. Ik zag je ook bepaald de leeuw op tv. Toen dacht ik, hey, Jorrie is gegroeid. Letterlijk en figuurlijk. Gefeliciteerd. Ja, dank je. Ja, ik had niet gedacht dat zou gebeuren. Dat is toch wel fijn dat het zo is, toch? Ja, ja, nou ja, ja, in 3 jaar kan er een heleboel gebeuren met kinderen dan. Maar nou, behalve dat heb je de baard ook in je keel gekregen. Ja, inderdaad. Niet echt spectaculair. Het is niet zo dat je op deze manier praat. Nee, inderdaad. Maar je hebt wel de baard in je keel gekregen. Ja. Dat scheelt een aantal octaafjes, denk ik. Eén octaafje of... Nou, het is nou, verliefdheid kun je niet meer zingen. Nee, niet op de hoogte meer zoals het was. En, nee. Maar dat is gelukkig ook, hoor. Dan moet je gaan knijpen. Dan moet je gaan knijpen, inderdaad. En dat voelt niet echt heel erg prettig. Nee. Merk je dat nou? Wordt je materiaal erop aangepast? Want ja, verliefdheid was wel je grote doorbraak natuurlijk. Ja, inderdaad. 3 miljoen keer bekeken op YouTube, het glazen huis, het hele verhaal. Ja, dat is natuurlijk heel erg bijzonder gelopen. Maar mijn banden, de materiaal waarmee ik zing, dat is er wel aangepast. Want Als voor je schor. Nou ja, schor, ja, dat is gewoon niet, dat kan niet. Dat is niet natuurlijk als je... Nee. Natuurlijk. Ja, dat kan niet. Jordi, kon je wat meer op tafel slaan nu met je nieuwe materiaal? Zeggen van, dat wil ik. In plaats van dat er mensen op je afkwamen die zeiden, je moet dat gaan doen. Want je bent bijna 18, dan mag je met je vuist op tafel slaan en zeggen, nou... Ja, maar er is nooit tegen mij gezegd van, dit ga jij doen en hou je mond. Dat is nooit tegen mij gezegd. Je was een eigenwijs kring, dus dat zul je heus wel... Ik bedoel, hè? Nou... Ontken het is. Nou, ik was wel bij de hand. Ja. Maar het is alles wat ik tot nu toe heb gemaakt is vol overtuiging door mezelf ook onderstreept. Mm-hmm. En daar stond ik ook 100% achter. En dat heb ik met heel veel plezier gedaan. Je ging van verliefdheid in zijn toverbal, ging je in één keer naar een singeltje waar je in één keer op de stijgers liep en naar meisjes aan het fluiten was. Was dat niet een beetje gek eigenlijk, achteraf gezien? Dat vind ik ook een van de leuke dingen die ik heb mogen doen. Zo'n hele grote clip. En dat was natuurlijk na verliefdheid. Dat was natuurlijk in een klein studio. Natuurlijk niet onsuccesvol. Want nee. Want dat is de grootste geweest tot nu toe.
Maar een kusje van jou, dat is ook erg leuk gelopen. Ik vond het een hele leuke clip, daar niet van. Maar je was in één keer, zat je achter de meiden aan. Ja, dat was ineens een switch, denk ik dan. Ik dacht, we moeten in de verliefdheid hangen. Ja. En dat hebben we maar gedaan. Nee, dat was wel misschien voor de mensen een beetje gek. Maar ik denk dat mensen dan ook wel zagen dat het ook weer een iets andere kant was. Oké. Okay. Ja, goed. Het is zomaar een opmerking, hoor. Ja. Ik heb je nou toch, denk ik, vraag het even. Ja, leuk. Oké. Okay. Gaan zo even een beetje doorpraten over je nieuwe single. We gaan eerst naar de Sterren.nl Top 20 terug. En deze week de coach en zijn leerling Jeroen van der Boom en Leonie Meijer. En zij zingen Los van de Grond. Nog maar net begonnen, of ik droom je in mijn bed. Ik zie de schaduw van jou voor me op de muur. Ik weet wel dat het is verzonnen, maar het lijkt zo levensecht. Door de vlammen van een niet te doven vuur. Wat ik ook doe, ik hou je bij me. En dat gaat nooit voorbij. Want er vliegen levens, grote vlinders door mijn leven. Ondanks de kou, het is net of zij aan mij hun vleugels kunnen geven. Want ik zweef door de dag, ik kom los van de grond dankzij jou. Los van de Grond, de nummer 1 van de Sterren.nl Top 20. Gefeliciteerd Jeroen, alweer een nummer 1, hartstikke goed. Jordi, nieuwe single, Spel van Cupido, altijd spannend. Maar het gaat best goed, hè? Het gaat best, het gaat heel erg goed. Ik moet zeggen dat ik erg blij ben met mijn notering in de top 100. Ja, het zal dus niet zo zijn. Daar ben je natuurlijk blij mee. Ja, en in de top 30 en we staan er weer. En ik denk dat dat ook wel, dat ik daar wel van gelukkig mag spreken. Je zei net tegen mij, ik ben blij dat het gezeur nu achter de rug is. Ik kan nu weer over muziek gaan babbelen. Dat is natuurlijk ook zo. Hè? Ik bedoel, je wordt enorm afgeleid. Eerst werd je op internet ook gepest door allerlei etters. En ja, dat is alleen maar afleiding natuurlijk. Het gaat niet meer om de muziek. Nee. En ik denk dat een beetje misschien vergeten is. Of de mooie dingen die wij hebben gedaan de afgelopen tijd. En wat we hebben meegemaakt. Mm-hmm. Dat dat
ja, misschien niet gezien is. Althans, dat wordt vergeten op een of andere manier. Ja, nou ja, goed. Mensen zijn nou eenmaal sensatiebakken, dus zo werkt het meestal. Ja, maar ik vind wel dat ik wel... Ik voel nu wel dat ik weer een tweede kans krijg, vooral van het publiek. Okay. En dat vind ik... Dat wil je graag, hè? Dat wil ik graag. Want als je ziet dat ik... mijn nieuwe single weer in de top 100, dat komt niet zomaar. Dus dat is natuurlijk weer voor mij een teken van... we zijn er weer. Jordi, en nu? Je hebt een soort van soap gehad op TV West. Dat heette De Comeback van Jordi Verloont. Ja. Ik dacht, zo, comeback, wat nou weer? Maar nu heb je... Je bent bepaalde leugen geweest. Het is een koekoeksklok. Je hebt gezegd, joh, alles wat ik gezegd heb... ooit eens een keer in een gekke bij BNL, laat maar gaan. Nu wil je weer op de muziek concentreren. Welke kant gaan we zien van Jordi Verloont de komende jaren? Welke kant gaan we zien? Nou, er komen hele verrassende dingen... Vertel eens even. Nou, ik kan... Ja, hop. Ik kan niet hele concrete dingen vertellen. Vertel het nou maar. Anders stamp ik je alsnog achter de baan. Nee, er komen hele verrassende dingen. Je vraag was wat we gaan doen, toch? Want je brengt me even van apropos. Kom maar op met je verrassende dingen. Nu, je hebt het al een beetje weggegeven, dus ga maar vertellen. Nou, het wordt heel verrassend. Wij gaan... De twee singles die we tot nu toe hebben uitgebracht, dat is Ik ben Jordi Verloon en Het spel van Cupido, is ook weer een stapje naar iets anders. Hè, een opstapje naar... Ik laat je niet los, hoor. Je gaat me nu vertellen wat je allemaal voor verrassende dingen gaat doen. Vertel het nou, maar Jordi, binnenkort hoor je toch wel ergens anders ook weer terug, als je het niet bij mij vertelt. Want je houdt dit toch niet voor je. Het wordt heel erg leuk. De nieuwe single bijvoorbeeld, dat wordt weer eigenlijk heel anders dan wat mensen van mij verwachten. Met een waarschijnlijk een hele toestand eromheen. En, welke toestand? Ja, ik kan nog niet heel veel zeggen, maar in ieder geval heeft het puur met het liedje te maken. Hoe heet het liedje? Dat kan ik nog niet zeggen. Nou, dat is een hele aardige titel. Ja, dat kan. Zeg eens wat tegen me, Jordi. Je zit daar bij mij hier in de studio. Ik heb je al jarenlang te gast. Kom op. Ja, het heeft zeer zeker met muziek te maken. En de muziek zit in de titel. We zien het vanzelf wel. Ja, het wordt maar heel erg leuk. Dat is niet het enige. Je hebt vast al een plan uitgestippeld wat je de komende tijd gaat doen. Tuurlijk. En we hebben natuurlijk veel succes mogen boeken met de vorige platen. Dat vraag ik je niet. Vraag welke kant je opgaat. Niet wat je gedaan hebt. Welke kant ga je op? Ja, welke kant ga ik op? We gaan misschien... het wordt... Ja, ik kan er niet zoveel over zeggen. Doe nou maar een tipje van de sluier, jongen. Je zit bij vrienden. Ja, nee, het wordt hier en daar ook... Het is een soort beetje poppy-achtig. Poppy. Een beetje poppy en niet te veel. Want het wordt heel erg leuk. En, ja, dat heb je al 4 keer gezegd. Ja. Nou hou ik op gewoon. Als je niks zegt, en je zegt 4 keer, het wordt leuk, maar ik mag niks zeggen. Ja, dan houdt het gewoon heel eind op. De single is op dit moment uit. Het spel van Cupido. Het is een klein beetje terug naar Verliefdheid is een toverbal, vond ik. Heel eerlijk gezegd, qua muziek. Oké. Nou, dat komt denk ik ook wel omdat het heel hoog gezongen is. Mm-hmm. Wel met de stem die ik nu heb. Mm-hmm. Dus met de stem met de baard in de keel. En ik denk dat het daarom dat gevoel even oproept weer. En ik denk dat het is. Oké. Hey, we gaan afwachten wat het gaat worden natuurlijk. Je hebt die eerste notering te pakken in de hitlijst. Hartstikke leuk. Nu maar even kijken wat je verder gaat doen. Ja, je hebt ook een fantastische clip opgenomen. Ja, aan ons zal het niet liggen. Wij zenden het uit in ieder geval. Oké. Hey, andere plannen in 2011, behalve doorgroeien? Doorgroeien. Nou ja, de dokter zei dat ik 1,85 meter word, dus ik heb nog even te gaan. Ja, inderdaad. Krijg je dat dan voor elkaar? Je was een dwerg een paar jaar geleden. Ja, inderdaad. Ja, nee, het is, ik heb inderdaad nog eventjes te gaan om dat te bereiken. Wat hebben we voor dingen staan? Natuurlijk komen er weer, dat zei ik net ook al, ook weer wat nieuwe platen. Je gaat platen. Iets doen waar je niks over kan zeggen. En je... Nou, dat dus. Ja. Zullen we het daar dan op houden? Dus, denk ik wel. Een paar jaar geleden kon je nog voor je kop slaan, maar dat kan niet meer, want je bent bijna 18. Dus... En nu sla ik terug. Ja, dat vind ik zo jammer. We gaan kijken naar de single van Jordi Verloon, Het spel van Cupido. Leuk dat je er was, Jordi. Jij moet afscheid alweer nemen. Nee, ja, veel succes. Ik ga eruit gooien, want Dries Rilfink staat te trappelen. Is goed. Ik ga je zien. Hey, dankjewel. Volgende keer ga je zeggen wat je wel gaat doen. Ja. Hier is Jordi.
spel van Cupido. Jij zoekt Julia, ik Romeo. Ieder kusje is een groot cadeau. En dat smaakt naar meer. Oh, het voelt zo fijn om verliefd te zijn. Het is alsof de zon schijnt voor ons twee in een zomerse nacht. En je lippen zijn zoet als marsepein. In het licht der maan laat ik me gaan en fluister ik zacht. Liefde is het spel van Cupido. Jij zult Julia, ik Romeo. Ieder kusje is een groot cadeau. En dat smaakt naar meer. Als ik naar je kijk, ben ik schat helemaal rijk. Want met jou sloeg ik het mooiste meisje van school aan de haak. En mijn moeder zegt, dat doe je niet slecht. Volgens haar gewoon zo vader zo zoon, een jongen met smaak. Liefde is het spel van Cupido. Jij zult Julia, ik Romeo. En dat smaakt naar meer. En dat smaakt naar meer. Liefde is het spel van Cupido. Jij zult Julia, ik Romeo. Ieder kusje is een groot cadeau. En dat smaakt naar meer. Dat smaakt naar meer. En dat smaakt naar meer. 9 cd-albums en ongeveer 37 singles. Dat is een beetje de optelsom van heel veel jaren Dries Roelvink. En hij zit hier naast me. Dries, leuk dat je er bent. Hi man. Ja, dat zijn er veel, hè? Ja, het zijn er heel veel. Ja. Man, man, man. Splinter nieuwe single uit. Verrassend, een ballad. Ja, dat is wat niet veel mensen verwachten bij jou. Nee, inderdaad. Vroeger deed ik dat wel. En de laatste jaren heb ik toch een paar feestliedjes gehad. Het begon met Ik kom eraan. Daarna hadden we de doktersroman. Geen zwembroek. Wat Dries is geen crisis. Ja. En ik wilde me toch weer eens een keer, zeker na mijn boek, nou, misschien van een iets serieuzere kant laten zien. Dat het ook weer eens een beetje over muziek ging en over zingen. Want eigenlijk ben je gewoon een Amsterdamse volkszanger. Ja. Maar dat werd een beetje gimmick natuurlijk. Al die plaatjes en die zwembroek. Wel goed geweest voor je bekendheid. Want iedereen weet nu wie Dries Roelvink is. Ja, er is veel gebeurd natuurlijk het afgelopen jaar. Ik heb bijna alle tv-programma's gehad die je maar kan bedenken. En op een gegeven moment ontstaat er een beeldvorming waar je toch voor moet oppassen dat men je helemaal nooit meer serieus neemt. Dus ik denk, laat ik nou eens met een mooi liedje komen. Kijken wat er gebeurt. Je boek is uitgekomen. Toverballen achter past alweer bij jou. Vind ik. Ja, dat past wel bij mij. Mijn hele leven heb ik opgeschreven. En de titel Toverballen, daar denk je misschien dat het een vreselijk schunnig iets is, maar dat is het niet. Ik leerde een vrouw kennen op mijn 19e jaar, die was 27. Dat is mijn eerste lange relatie geweest, daar heb ik ook een dochter bij. En die had al een zoon toen ik haar leerde kennen, maar zij was een halfbloed en het zoontje was een volbloed. Was echt een negertje en die leek op Michael Jackson. Die nam ik mee naar mijn oude voetbalclub. En wij stonden hem aan te moedigen, ik met mijn vader. Ja, Raymond, kom op, kom op. En die oude DWS'ers die kwamen bij ons. Nou, wie staan jullie nou aan te moedigen? Toen zegt mijn vader, dat die hier loopt, dat is Dries' zoon. Nou ja, die oude DWS'er zegt, dat kan niet. Dan heb je zeker toverballen. Toverballen, ja. Dan komt het vandaan. Hey, mooi boek. Dus je hele leven staat er zo'n beetje in. Mooie verhalen ook over de periode LPF. Pim Fortuyn, die met jou gaat dineren om te vragen of jij een liedje wil schrijven. Ja. En dat je bij jezelf denkt, dat doe ik toch maar niet. Ik had er geen goed gevoel over. Ik voelde me wel vereerd. Ja. Hè, want je voelde aan alles dat hij wel onze nieuwe premier zou worden. Een paar weken later, het waren de verkiezingen. En toen zei hij van, ja, er moet ook een lied komen. En dat zou ik graag willen dat jij dat maakt. En dat dat een single wordt. Ik heb hem niet nee durven zeggen aan het diner. Maar toen ik naar huis reed, toen dacht ik wel, dat moet ik niet doen.
Nee. Want dan bind je je als zanger aan een politieke beweging. En wel een leuke man, hè? Dat is niet goed. Het was een charismatische man. Ja, ja, ja. Nou. Of je het nou eens was met zijn ideeën, dat is vers 2. Maar het was gewoon een hele aparte, mooie man. Hey, dat is een van de vele verhalen in dit boek natuurlijk. Want je hebt nogal het nodige meegemaakt. Ja. Bakken stront over je heen gehad, op het schild gehesen. Je hebt het allemaal meegemaakt natuurlijk. Ja, er is veel gebeurd. Veel negatieve dingen. En ook wat hoogtepunten heb ik beschreven natuurlijk. Ja. Voor mij blijven altijd mooie avonden dat ik een keer in een concertgebouw een show kon geven. En een keer in Carré. Kijk ik altijd leuk op terug. Aan de andere kant, een paar jaar geleden hadden we een concert in Ahoy gepland. Daar werd de stekker uitgetrokken met nog een maand te gaan. Toen stonden de tranen toch wel echt in mijn ogen. Ja. Zat je ook even niet lekker in je vel? Nee. Dan denk je, ja, god, ik was er bijna. Hè. En dat is toch, Ahoy is toch het heilige der heilig. Als je daar een keer kan staan, er is een concert, de posters waren al klaar. Ik had me voorbereid, repertoire. Staat al wel in het boekje. Staat in het boek. Lees mijn boekje, om met Pim Fortuyn te spreken. Je mocht dat boekenbal dan, hè? Je hebt een boek uit nu. Ja, dat had ik eigenlijk moeten zijn, hè? Ja, had je de plek van Harry Mulisch kunnen hebben. Maar het is al geweest, hè? Ja, het is al geweest. Ach ja, laat het maar gaan. Dat zei jij. Ik denk dat je er ook helemaal niet heen moet gaan. Hé, hey, Dries, we gaan zo even doorpraten. We gaan eerst even naar de paradeplaat. Het is een hele leuke. Alma Nieto. Net had Alberto Nicolai het over deze zangeres. Jarenlang stond ze in allerlei dinnershows. En ze deed mee aan The Voice. Mm-hmm. En daar was ze in één keer weer. En Alma Nieto, die heeft een nummertje opgenomen. En het is bakken Kleenex. Het is echt een drama. Huilen, huilen, huilen. Hier is Ik was van jou. Oké. Okay. Sterren.nl Paradeplaat. Het is tijd om te gaan, wat jij me hebt aangedaan. Lang geloofd in een illusie, in een droom. Je weet dat ik van je hou, maar niets houdt me nog bij jou. Ik kan niet verder zo. Jij nam een risico. Ik heb genoeg van al je leugens. Leven.
verkeerd gezien. Maar ik word hier sterker door. Mijn trots is wat ik terugverdien. Almagneto, ze heeft last van een nekhernia helaas, maar dit was Ik was van jou. Goed liedje, Dries. Prachtig liedje van Prachtig dit. Liedje. Ja. Veel mensen zijn verrast dat jij een ballad hebt uitgebracht. Ja, dat geloof ik. De laatste jaren alleen maar feestliedjes en soms een beetje gimmickliedje. Neem nou waar Dries is, is geen crisis. En op een gegeven moment dacht ik, ik heb vroeger hele mooie liedjes uitgebracht. En als je ze nu nog hoort, dan denk je, ja, die kunnen niet meer. Maar in die sfeer... Toen, in de jaren. Tot ik dus aan de man die mijn nummer 1 hit heeft geschreven, Bram Koning, vertelde van... lees mijn boek eens. En toen kwam hij met een verhaal dat hij zei, heb ik het nou goed begrepen dat jij een vrouw leerde kennen? En die had toch de hoop dat het echt serieus iets zou worden. En op een gegeven moment heb je je huidige vrouw leren kennen. En jullie zijn verliefd geworden en getrouwd. Maar haar heb je daar toch wel mee geraakt. Ik zei, ja, dat is inderdaad gebeurd. Ik vond het heel vervelend. Maar ja, je moet keuzes maken in het leven. En ik heb er daar wel mee pijn gedaan. Toen zegt hij, daar zie ik een liedje in. Heb je nog een band met haar? Ik zei, ja, ik spreek er nog wel eens. Maar het is natuurlijk niet meer de band zoals hij was. Nee. Oké, zegt hij, dan ga ik daar iets mee proberen. En toen kwam hij met dit nummer. Hè. Je was een geheim voor haast iedereen. Maar eigenlijk was je mijn nummer 1. Laat me niet los. Ook al ben ik niet meer vrij, je blijft een deel van mij. Dat vond ik een goed gegeven. Het is niet het enige vrouwelijke schoon wat er in dit boekje voorkomt, Dries. Als je 50 jaar wordt, is er wel eens iets gebeurd, hè? Ja, anders heb je een heel saai leven gehad natuurlijk. En als artiest maak je natuurlijk ook nodig mee, toch? Ja. Staan nog steeds de rijen van Drie Dik voor je klaar? Ze staan er nog wel, maar... Je kijkt ze niet meer aan. Ja, dat wel. Maar men voelt wel aan van... ik ben nog niet zo lang geleden getrouwd. En dat weet men wel. Dus dan voel je ook bij dat soort vrouwen een tikje afstand van... Oh nee, dat gaat niet. En je single is binnengekomen op 53 in de Single Top 100. Dat is een knijter. Het is een mooie binnenkomst, Ik was al een beetje verwend omdat ik van de zomer op 1 binnenkwam. Ja, was je blij, hè? Toen dacht ik echt... Je hebt altijd een verwachting. En we hadden grote groepen mensen bij elkaar gekregen. We zeiden, jongens, downloaden. Of je het nou wel of niet een leuke plaat vindt. Een beetje helpen, downloaden en dat hielp. Maar nu, hier ben ik heel tevreden mee. Ik ben op 53 binnengekomen. Dus ik hoop, waar hoop ik nou op? Op een top 10 plaat. Nou ja, dat zou toch gek zijn. Ja. Hey, Dries, de plannen. 2011. Carnaval is net afgelopen. Nou, daar heb jij niet zo gek veel mee. Niet als artiest. Alhoewel je vorige liedjes daar wel natuurlijk werkte. Ja, wel. Je voelt wel dat het tijdens de carnaval ietsje drukker wordt bij mij. Maar nou niet zoals de deurzakkers. Dat ik 12 keer op een dag optreed of zo. Nee, zie ik jou eigenlijk niet zo doen. Nee. Balladwerk ga je aan de album werken. Ga je optredens doen? Wat zijn je plannen? Nou, ik wil deze ballad, die gaan we nu heen. Ik ga een heel rondje maken door Nederland. Ik kom een keer bij Callo en Irene, kom een keer bij Jensen. En ik ben bij Koffietijd geweest. Ik probeer deze even in de markt te zetten. En dan van de zomer wil ik met een heerlijk zomers gezellig liedje komen. En daarna een album. We hebben zo langzamerhand wat liedjes bij elkaar om een album uit te brengen. En ik ben bezig om een avond in Paradiso te organiseren. Dat is nou typisch iets wat je bij mij dan ook niet verwacht. Dries en Friends in Paradiso. En dat wil ik 1 avond doen op een donderdag in Amsterdam. Zo'n beetje tegen de zomer aan. Dat is de poptempel van Nederland. Ja, dus dat vind ik het heel grappig. Ik heb een keer in Carré gestaan en een keer in Concertgebouw. Maar dat Paradiso, ik woonde vlakbij. En dan denk ik, dat wil ik wel een keer doen. Ja. Kan ik wel, als Amsterdamse artiest kan ik me dat voorstellen. Ja. Wat te gek als je daar mag staan. De grote van de wereld hebben erop getreden. Je zegt het goed, mag staan, want er is een hele commissie. En ik voelde best wel van, wat ga je dan precies doen hier? Niet van, kom maar binnen met je knecht. Eerst eens even onderzoeken, wat doet die man precies? En kom eens praten. Dus zover ben ik al, ik mag praten. Dus je bent goedgekeurd op Paradiso. Nou, dat is nog een mooie slotakkoord van deze uitzending. Ik ben benieuwd of je daar komt te staan. Lijkt me hartstikke leuk. Ik hou je op de hoogte en het zou toch leuk zijn als je er een keer... Ik heb nou zo vaak met je gesproken, als je daar een keer bij bent. Ja, daar kom ik zeker een keertje kijken, absoluut. Dries, leuk dat je er was. Ik ga je veel succes wensen. Ik hoop dat je single een grote hit wordt. En we zien je hier ongetwijfeld weer terug in de studio.
Ik hoop het, dankjewel. We gaan naar de single Laat Me Niet Los. Meteen de einde van dit programma. Volgende week is er weer een hele toffe gasten met erg leuke artiesten. Tot volgende week. Alma Nieto, ze heeft last van een nekhernia helaas. Maar dit was Ik Was Van Jou. Goed liedje, Dries. Prachtig liedje van Prachtig dit. Liedje. Ja. Veel mensen zijn verrast dat jij een ballad hebt uitgebracht. Ja, dat geloof ik. De laatste jaren alleen maar feestliedjes en soms een beetje gimmickliedje. Neem nou waar Dries is, is geen crisis. En op een gegeven moment dacht ik, ik heb vroeger hele mooie liedjes uitgebracht. En als je ze nu nog hoort, dan denk je, ja, die kunnen niet meer. Maar in die sfeer... Toen, in die jaren. Tot ik dus aan de man die mijn nummer 1 hit heeft geschreven, Bram Koning, vertelde van, lees mijn boek eens. En toen kwam hij met een verhaal dat hij zei, heb ik het nou goed begrepen dat jij een vrouw leerde kennen? En die had toch de hoop dat het echt serieus iets zou worden. En op een gegeven moment heb je je huidige vrouw leren kennen. En jullie zijn verliefd geworden en getrouwd. Maar haar heb je daar toch wel mee geraakt. Ik zei, ja, dat is inderdaad gebeurd. Ik vond het heel vervelend. Maar ja, je moet keuzes maken in het leven. En ik heb er daar wel mee pijn gedaan. Toen zegt hij, daar zie ik een liedje in. Heb je nog een band met haar? Ik zei, ja, ik spreek er nog wel eens. Maar het is natuurlijk niet meer de band zoals hij was. Nee. Oké, zegt hij, dan ga ik daar iets mee proberen. En toen kwam hij met dit nummer. Hè. Je was een geheim voor haast iedereen. Maar eigenlijk was je mijn nummer 1. Laat me niet los, ook al ben ik niet meer vrij, je blijft een deel van mij. Dat vond ik een goed gegeven. Het is niet het enige vrouwelijke schoon wat er in dit boekje voorkomt, Dries. Als je 50 jaar wordt, is er wel eens iets gebeurd, hè? Ja, anders heb je een heel saai leven gehad natuurlijk. Als artiest maak je natuurlijk ook nodig mee, toch? Ja. Staan nog steeds de rijen van Drie Dik voor je klaar? Ze staan er nog wel, maar... Je kijkt ze niet meer aan. Ja, dat wel. Maar men voelt wel aan van... Ik ben nog niet zo lang geleden getrouwd. En dat weet men wel. Dus dan voel je ook bij dat soort vrouwen een tikje afstand van... Oh nee, dat gaat niet. En je single is binnengekomen op 53 in de single top 100. Dat is een knijter. Het is een mooie binnenkomst, Ik was al een beetje verwend omdat ik van de zomer op 1 binnenkwam. Ja, was je blij, hè? Toen dacht ik echt... Je hebt altijd een verwachting. En we hadden grote groepen mensen bij elkaar gekregen. We zeiden, jongens, downloaden. Of je het nou wel of niet een leuke plaat vindt, een beetje helpen, downloaden en dat hielp. Maar nu, hier ben ik heel tevreden mee. Ik ben op 53 binnengekomen. Dus ik hoop, wat hoop ik nou op een top 10 plaat. Nou ja, dat zou toch gek zijn. Ja. Hey, Dries, de plannen, 2011. Carnaval is net afgelopen. Nou, daar heb jij niet zo gek veel mee, niet als artiest. Alhoewel je vorige liedjes daar wel natuurlijk werkte. Ja, wel. Je voelt wel dat het tijdens de carnaval ietsje drukker wordt bij mij. Maar nou niet zoals de deurzakkers, dat ik 12 keer op een dag optreed of zo. Nee, zie ik jou eigenlijk niet zo doen. Nee. Balladwerk ga je aan de albumwerken, ga je optredens doen? Wat zijn je plannen? Nou, ik wil deze ballad, die gaan we nu heen. Ik ga een heel rondje maken door Nederland. Ik kom een keer bij Callo en Irene, kom een keer bij Jensen. En ik ben op koffietijd geweest. Ik probeer deze even in de markt te zetten. En dan van de zomer wil ik met een heerlijk zomers gezellig liedje komen. En daarna een album. We hebben zo langzamerhand wat liedjes bij elkaar om een album uit te brengen. En ik ben bezig om een avond in Paradiso te organiseren. Dat is nou typisch iets wat je bij mij dan ook niet verwacht. Dries en Friends in Paradiso. En dat wil ik 1 avond doen op een donderdag in Amsterdam. Zo'n beetje tegen de zomer aan. Dat is de poptempel van Nederland. Ja, dus dat vind ik het heel grappig. Ik heb een keer in Carré gestaan en een keer in Concertgebouw. Maar dat Paradiso, ik woon er vlakbij. En dan denk ik, dat wil ik wel een keer doen. Ja. Kan ik wel, als Amsterdamse artiest kan ik me dat voorstellen. Ja. Wat te gek als je daar mag staan. De grote van de wereld hebben erop getreden. Je zegt het goed, mag staan, want er is een hele commissie. En ik voelde best wel van, wat ga je dan precies doen hier? Niet van, kom maar binnen met je knecht. Eerst eens even onderzoeken, wat doet die man precies? En kom eens praten. Dus zover ben ik al, ik mag praten. Dus je bent goedgekeurd op Paradiso. Nou, dat is nog een mooie slotakkoord van deze uitzending. Ik ben benieuwd of je daar komt te staan. Lijkt me hartstikke leuk. Ik hou je op de hoogte en het zou toch leuk zijn als je er een keer... Ik heb nou zo vaak met je gesproken, als je daar een keer bij bent. Ja, daar kom ik zeker een keertje kijken, absoluut. Okay. Dries, leuk dat je er was. Ik ga je veel succes wensen. Ik hoop dat je single een grote hit wordt. En we zien je hier ongetwijfeld weer terug in de studio. Ik hoop het, dankjewel. We gaan naar de single Laat Me Niet Los. Meteen de einde van dit programma. Volgende week is er weer een hele toffe gasten met erg leuke artiesten. Tot volgende week. Er gebeurt iets als ik naar jouw foto kijk. Een stem in mijn hoofd zegt iets over spijt. En even vraag ik aan mezelf, heeft ze dit wel verdiend? Je stond al die jaren steeds aan de kant,
maar was het voor mij als dat nodig was. Ik hoop dat je mij toch begrijpt en ik jou niet verlies. Want soms kiest het leven een andere weg. Er is niet meer waar wat ik toen heb gezegd. De toekomst die jij voor ons zag, is nu sneeuw voor de zon. Ik weet als geen ander hoe jij je nu voelt. Je bent bij me weg en soms gaat het niet goed. Ik wou dat je hier even was, ik je vasthouden kon. Vrij. Je blijft een deel van mij. Laat mij niet los. En misschien is dat niet goed, maar jij zit in mijn bloed. Laat me niet los. Voorast iedereen, maar eigenlijk was je mijn nummer één. En nu is dat sprookje dus uit, en dat is mijn schuld. Het kwam onverwacht, het was niet zo bedoeld. Er is iemand anders waar ik voor voel. Maar toch is mijn hart nu heel even met twijfel vervuld. Soms kiest het leven een andere weg. Het is niet meer waar wat ik toen heb gezegd. De toekomst die jij voor ons zag, is nu sneeuw voor de zon. Ik weet als geen ander hoe jij je nu voelt. Je bent bij me weg en soms gaat het niet goed. Ik wou dat je hier even was, ik je vasthouden kon.